Maar nee, maar Pico is toch een doorzetter. Als hij zegt dat hij gemeenteraadslid wil worden, dan wordt hij dat toch? Maar nee, je moet niet bang zijn. Hij zal... Pico, ja. Billy zal er niet onder lijden. Ja. Ja, dan breng ik hem u. Ja, maar ik ga nu ophangen, want straks staat mijn baas hier en dat is een strenge, hè. Ja, ja, het is dat ik wil zeggen, een gierige pin. Ja, dag ma. Ah, Dimitri. Ik wil u iets zeggen. Dat je mijn telefoonrekening gaat betalen? Ah, hier is 20 frank. Nee, nee, Doortje Huizen, maar je zou nog gaan denken dat ik een gierige pin ben, hè. Nee, ik heb groot nieuws. Doortje, als je op de bureau zit, dan moet je gaan werken en niet telefoneren. Groot nieuws. Is Pico weer in actie geschoten? Nee. Ik wil zeggen, Pico stelt zich opnieuw kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad? Ja, dat is een 20 frank voor die telefoon. Je steunt hem toch, hè? Wat politiek, zeg. Als Pico verkozen wordt, hè, dan komt er hier waarschijnlijk een asfaltweg. Ja, waarom zou ik eigenlijk Pico niet steunen, hè? Kijk, hier is zijn affiche. Die kunt je misschien ergens ophangen. Maar van, ik ben een middenstander. Ik mag toch geen partij kiezen? Dan kun je straks een pint gaan drinken in het café. Pico trakteert. Oh, dat is... Zo. Ja, dat is goed. Voilà. Hey. Voilà. Pico, proficiat, hè. Dank je, Pico. Pascal, doe ze nog eens vol. Ja. Goedenavond allemaal. Ah, Dimitri. Je komt juist op tijd. Ah, als het voor niks is. Een pintje. Van Pico, hè? Ja, van onze nieuwe scheep, hè. Pico, kom. Help je moeder eens een beetje. Zeg, ik mag toch wel vriendelijk zijn? Ja. Vooral tegen uw ouders. Bonjour tout le monde. Pascal, tournée générale. Dat is een hand voor iedereen, hè. Want ik heb een verrassing, hè. Ja, gaat het trouwen misschien. Ja, waterslagers met mijn kuisvrouw. Heer, wat zegt hier, man? Het is goed, hè? Iedereen zegt het. Oscar, en dat is erboven. Ja. Ja, ja, meneer Boma. Ik hoop dat we een eerlijk gevecht zullen leveren. Als van mij afhangt, geen enkel probleem, collega. Pico, school, hè? Herman. Ja, maar hey, pas op, dat is een tourneetje van mij, hè? Nee, Pico had eerst besteld. Ja, maar we kunnen wel er twee drinken, hè? Heb ik u al een hand gegeven? Dat is nu de eerste varkenspoot dat ik vandaag mijn handen krijg. Ik moet u straks eens iets vragen. Zeg, aan wie moet ik dat tourneken nu aanrekenen? Allee, ik zal nog mijn groot hart een keer laten zien, hè. Zet het op de rekening van Pico. Na de training zal ik er twee betalen. Oscar, ja. Mijn affiche op die deur daar en haal dat eraf, hè. Ja. Allee, dat durft niet, hè, Oscar. Zeg, wie denkt je wel wie dat je bent? De eigenaar van dit café. En een café, dat is een openbare plaats. Een dictator. Dat zeg jij, meneer Boma. Kom, let toch een keer een beetje op je woorden, jongen. Allee. Ik zeg toch niks. Meneer Boma, ik ben hier binnengekomen. Ik zal ze straks alle twee naast elkaar hangen. Oké. Wat trekt dat nu? Alleen zo'n zwart-wit foto. Ja, Boma kleurt je dag. Ja, kom aan, tijd voor de training, kom aan. Bewegen. Ik weet het, hè. Geen drank, geen sigaretten. Kom aan, volgen. Heb je je schoenen bij? Kom aan, up. Ja. Dimitri, ik zal hier moeten een serieuze verkiezingscampagne voeren, hè, Bart? Dat zal wel, ja. En ik zal veel materiaal nodig hebben. De vraag is, waar moet de mens dat opslaan? Dat is het probleem, hè. Dus ik had gedacht dat u gaat razen. Oeh, en mijn wagenpark? Die paar verroeste wrakken die daar staan. Zeg, en wordt dat dus niet vergoed? Ja. Oh, wel, er is vaderlijk plaats genoeg in mijn garage. Als ik verkozen word, jong, dan kun je volledig op mijn steun rekenen. Zeg, maar Pico die heeft al een asfaltweg beloofd. Van mij krijg je de macadam. Meer riolering en alles inbegrepen. Dan gaat hij anders met uw vuil olie naartoe. Oh, maar mag dat in de riolering? Je mag niet vloeken ook, hè. En op mij kunt u rekenen, hè. Ik zal u hier nog een affiche meegeven die je kunt omhoog hangen in uw garage. Alsjeblieft. Ja. En dat ik dat schoolmeesterke met zo'n nozel vierke in uw kop niet zie hangen, hè. Je moet weten wat je zegt en wat je niet zegt. Ik weet wat ik zeg. Ik ben voor Pico. Ja, Pico. En jij, pa? Wel, Pico is onze beste speler. Ja, en dan? Maar de bal is onze voorzitter. En onze huisbaas.
Bieke, wij hebben een café. Wij mogen geen partij kiezen. Oscar, is het niet waar? Wel, het is... Voilà, uw pa zegt dat ook. Persoonlijk ben ik voor Boma. Die heeft tenminste stijl. Jij bent gewoon bang dat die blaaskaak je huur opslaat, ja. Platbroeken. En waar blijf je met de democratie? Democratie? Dat jij hier op ons kosten leeft. Noemde jij dat soms democratie? Oh, wel, dat is goed, hè. Dan ga ik alleen wonen, dan heb je geen kosten meer. Ja, Bieke, blijf eens hier. Uwe pa, die meent dat zo niet. Oscar, je bent een nuil. Het wordt tijd, hè, dat er wat jonge mensen in de gemeenteraad komen. Die zijn tenminste eerlijk. Boma is ook eerlijk. Ja, ja. Zeg toch ja, hè? Miljarden. Zeg, weet je waar we moeten gaan stemmen? Nee. Hier bij ons in de kleedkamer. Ah, dan moet die opnieuw geschilderd worden. Gedoe maar, hè, Pascal. Dimitrieke. Doortje. Zeg, heb jij hier een wagen staan waar dat je een geluidsinstallatie kunt opmonteren? Ja, die een stagewagen buiten. Wel, het is voor Pico, hè. De zaterdag voor de verkiezingen is er match en hij zou graag een geluidswagen naast het veld hebben. Oh, maar dat is geen probleem. Dimitri, die zorgt daarvoor. Ja. Merci, Dimitri. Ja, en bijna gratis. maar 1000 frank, hè? Oh, wel ja. Per uur. Zeg, 1000 frank per uur, dat is veel geld voor iemand die in het onderwijs staat, hè? Weet je wat? Ik doe een specialeke. Je krijgt hem een kwartier gratis. En wel ja, het is goed. We huren hem een uur en een kwartier. Ja. Vanaf de halftime. Mm, ja. En waar hangt die affiche van Pico? Ah, dat is de verrassing, hè. Wacht hier. Wacht. Oh. Ja, bewegende beelden die zeggen meer, hè. Zeg, dat heb jij heel goed gevonden. Ja. Merci, hè. Dimitrieke! Uw nieuwe burgemeester staat hier. Ah, dag meneer Boma. Wat kan ik voor u doen? Er is vanavond verkiezingsinterview in de kantine. Jij komt toch ook, hè? Ja, maar ik heb te veel werk. Ja, maar er is altijd iets op de mond te spoelen. Denk eraan, hè? Oh, ik zal een keer binnenwippen, hè? Ja. Waar kan ik hier mijn materiaal zetten, jong? Kinderen, hè? Hier, kom. We pakken die rommel weg. Ja. Pak een keer vast. Ja, maar bij de rug kan ik... Ja, maar... En we gaan dat kinderen leggen, hè? Ja, maar... Ja, kinderen, ja. Oei. Ja. Momentje. Ik denk dat ik telefoon hoor. Ja, maar, kun je rechts in de nezel onderzetten, Dimitri, joh. Zeg. Noortje, je moet dat openlaten, hè. Anders denken de mensen dat ze niet mogen zien wat er op het bureau gebeurt, Noortje. Ja, maar... Ja, ik ben er. Zie je, manneke. Als ik weer last krijg van mijn lumbago, hè, ga jij toch mijn doktersrekening betalen? Ja. Wacht, ik zet het eens graag hieronder. Ja. Pas op. Ja. En de rest, de ruime kop dan dus met mijn personeel, hè. Is dat goed? Ja, dat is goed, ja. Sta je? Ja. Nu nog eens iets. Ja. De geluidswagen, kun jij daarvoor zorgen? Voor de zaterdag voor de verkiezingen. Ja, dat is mijn specialiteit. Ik verhuur dat dus per uur. Oh, dat ik heb je zeker nodig dus voor de match. Hoe raad je het? Koppenken, hè. Weet je wat? Gebruik hem het eerste uur. Pico heeft hem ook al gevraagd. Ja, maar dat ga je toch niet doen, hè? Ja, moet ik ook leven, hè? En dan geeft hij 1200 frank per uur. Ja, van mij krijg je... 1500? 1300. 1300. Nu nog eens iets, kameraad. Ja? Waar ga ik mij adviseren? Ja, dat is de verrassing, hè? Wacht. De mensen moeten nu ook niet al zien wat er hier gebeurt op de bureau, hè. Dimitri. Dat is fantastisch, hè, man. Ja. Beste vrienden, mag ik even uw aandacht alstublieft? Ik heb 2 belangrijke mededelingen te doen. Ten eerste, giet ze nog allemaal eens vol. En ten tweede, ik stel u voor mijn campagneleider voor de verkiezingen, Vertongen Bart. Daar heb jij niet aan gedacht, hè? Ah, wel. Wie is uw campagneleider? Ja, luister. Ik. Ik. Wieke? Ja. Ik ga Pico
naar de overwinning leiden. Ja. Pieke, hou je daar buiten. Zeg, is dat wel nodig, zo'n campagneleidster? Absoluut, Doortje, absoluut. Dank u, Pieke. Kom hier. Ja, Radio Hallo hier met een eerste interview bij ons, Pico Koppens. Wel, Mark, mijn eerste zorg gaat uit naar het milieu. Wij beschikken nog over een aantal prachtige stukjes natuur en wij willen dat ook zo houden. Bravo. Zo gaat het bijvoorbeeld niet op dat de resten van bepaalde vleesverwerkende bedrijven dagen liggen te rotten in de zon. Zeker. Een reactie uiteraard van Balthazar Boma, tweede plaats op de lijst gemeentebelangen. Ik denk dat meneer de schoolmeester zelf te lang in de zon heeft gelegen. De zot. Stop, stop, stop. Ja, onderbreken hier even. Onderbreken. Meneer Bommel, zoiets dat kan dus niet. Ja, maar wij wel. Nee, de luisteraars die willen een waardig kandidaat horen, dus zeker geen belediging. En tussen ons, ik zou beter volgende keer eens een ander hemdje aantrekken en anders dan ziet er dan minder uit als een gigolo. Bon? Merci. Ja, klaar? Wel kijk, ik hoor hier mijn tegenstrevers spreken over bepaalde vleesverwerkende bedrijven. Ja. Wel nu, en iedereen weet het, de Boma-worst is de beste. Maar waar ik wel even de nadruk zou willen opleggen is het volgende. In deze tijd van werkeloosheid, waar zwartwerkers een ware ramp gaan vormen. Zeg, als ik als zelfstandig om... Ja, maar ik heb het niet over de zelfstandigen. Ik wil het hier hebben over de mensen die secretaressenwerk verrichten in het zwart. Ja. Ik wil het hier hebben over mensen die televisies repareren in het zwart. Ela, meneer Boma. En kuisvrouwen dan? Ja. Oh, duwe mond, een ozelschaap. Ja. Kuisvrouwen die vallen hier ook buiten schot. Ja. Omdat ik dit beschouw als het facet van sociale hulpverlening. Ja, ja. Voilà. Voor u zeker, dikke hypocriet. En om u eraan te herinneren dat ik alleen maar eerlijke bedoelingen heb... Heb ik voor mijn kiezers hier een aantal gadgets. Zijn de nummer 1, de Boma Lat. De balpen. Dat is goed, hè? En dan, last but not least, de Boma Worst. Oh, ja, dat mag niet maken. Tweede plaats, gemeentebelangen. Wie van Boma? Patate met sausage. Zeg, maar dat mag niet. Dat is vervalsing van verkiezingen. Dat is totaal onwettig. Oh, nee. Wat dat is echt? Ja, maar waarom heb je dat dan niet eerder gezegd? Ik wist toch niet dat zij er iets van hebt wist. Allee, ja, sorry dan, hè, mensen, sorry, hè. Je zult dan van Boma niks krijgen, hè. Dankzij mademoiselle Kruk. Kom. Crisisberaad op mijn bureau, hè. Ja, allee. Nu krijgen we niks, zeg. Kom, Xavier, ga nu mee. Kom. Zeg, Pascal. Pascal. Kom, dat is opzij. Allee, dat zijn dan allemaal kosten op sterfhuis, hè. Jij doet ook goed, hoor, aan die whisky, hè, Carmen? Zo, voor de ene keer dat dat gratis is. Schoon. Bon, die gadgets kunnen we dus vergeten. Wat nu? Plakken. Ja. Het liefste wat ik doe, is plakken, hè. Plakken. Heel juist. Vrijdagavond bijvoorbeeld. De nacht voor de wedstrijd tegen FC Termolen. Hè? Huh? Dat is goed gedaan. Voilà. Kijk. Ik ga hier nu een keer iets zeggen, hè. Ja. Iedereen die zich inzet om mij te helpen, zal er goed bij varen. Hmm. Ja, maar Carmen, ik heb uw opslag beloofd. Je krijgt hem. Daar drinken we op. Schoon. Pascalletje, ik heb daar een keer gesproken over opslag van de huur. Hè. Vergeet het. Oh, merci, Balthazar. Je weet op mij kunnen rekenen. Hè. Ik weet het. Mark, het is aan u nu. Oh. Wel. Morgen nemen we in de kantine... interviews af van personaliteiten die zich positief willen uitlaten over uw persoon. Ja. Bijvoorbeeld een trainer. Trainer. Voilà. En de keeper. Oh. Ja, maar staat hij wel achter mij? Balthazarke, die staat achter u. Al moet ik hem daar zelf neerzetten. De pap. Wie zorgt er voor de plakpap? Ik ben toch zo graag bij mijn boommama. Boom, mama. Ik ga toch zo graag naar mijn boom, mama. Zeg, weet jij hoe laat het is? Ja, jij moest al lang in je bed liggen. Zeg, wie is dat? Jij ziet niet goed, zeker? Koning Boudewijn. Doe dat eraf.
Ja, dat is mijn kameraad. Zie, ik kan niet verdragen dat ze een vinger naar mij uitsteken, hè. Dat is godverdekke precies Emil Goelen. U kijkt toch ook? Hier, zeg. Hangt deze in de plaats, vooruit. Jij denkt zeker dat ik op mijn kop gevallen ben? En morgen in mijn boelke, hè. Dan gaat jij mee naar de kantine om in de radio te zeggen dat jij meneer Boma zo'n gast vindt, hè? Zo, over mijn lijk. Dat kan ook. Ik zie toch zo graag mijn boom, nee, roken. Mama. Ik wou dat ik een hond was. Mijn boom, mama. Balthazar Boma is voor mij de ideale voorzitter. Hij staat altijd loyaal achter onze ploeg. Ik heb mijn keuze gemaakt. Nee, wacht, pardon. Ik heb mijn keuze gemaakt. Ik stem voor Boma. Ja, wel, merci. Of voor Pico. Maar... Oscar, je hebt geen karakter. Jawel, karakter van een mossel. Ja, bedankt, Bea. Trouwens, ik heb nog werk te doen. Ja, dan kijken we eruit. En dan een reactie van de doelwachter Xavier Waterloos. Slagerslacht. Allee. Voor mij is Boma Sophie. Godverdikke mannetjes, zeg je! Waarom gaat u beklagen? Knippen! Zeg, dat is demagogie. De Vrije Radio die wordt misbruikt om aan politiek te doen. Ik eis dat Pico ook een kans krijgt. Een confrontatie. Alles knippen. Een confrontatie kunt gij krijgen. De avond voor de verkiezingen. Pascal, van nu af aan drinkt iedereen hier op mijn kosten. Ik kan dat niet eens zo trakteren. Pico, nee. Pico, jij hebt andere wapens. Jij moet naar de mensen toe gaan en vragen of je ze niet kunt helpen. En dat maakt een hele goede indruk. Ja, dat is een goed gedacht. Ja. En we maken een drukwerkje. Ja. En dat gaat je zelf afgeven. Ja, we gaan overal bellen. En we gaan plakken. Ja. Weet je wat, ik ga nu naar Dimitri en ik vraag of we zijn stationwagen kunnen gebruiken om uw materiaal te vervoeren. Dat is heel vriendelijk. Pieke, de mensen bedienen. Kom. Ik ben bezig. Hallo, met de kantine van FC De Kampioenen. Ja. Moment. Boma. Ja? Telefoon. Ah. Hallo, Balthazar Boma, tweede plaats op de lijst van de gemeentebelangen. Goedenavond. Wat, hè? Ja, dus van de vrederechter. Ah, dat wil dus zeggen dat ik dan voorzitter ben dus van het kiesbureau. Ja, ze pakken daar natuurlijk ook niet de eerste de beste voor, hè. Ah, dan moet ik dus zelf mijn bijzitters gaan zoeken. Oh ja, dat is geen probleem, hè. Ah, je komt zelf naar hier. Allee, tot straks dan, hè. Kalm blijven, Dimitri. Kopje bijhouden. Jij bent een dikke schenijligaard. Wat, hè? Hier, die affiches. Jij doet mee met Boma, beken het maar. Maar nee, Doortje. Ik ben voorzitter dus van het kiesbureau. Dus ik moet neutraal zijn. Een beetje Pico, een beetje Boma. Oh, platbroek. Hoeveel betaalt hem u ervoor? Maar niks. Zeg, en jij moet zo niet kwaad worden, hè? Want ik heb iets heel belangrijks te vragen. Oh, ben benieuwd. Ja, ik weet niet of ik het mag vragen, dus omdat Pico uw man is. Maar wat ik dus zou willen vragen is... of dat je mijn bijzit wil worden. Psst, en? Ze zijn af. Voilà. Het is niet waar. Ik moet komen als voor een vijf. Zeg, maar dat is prachtig, Bieke. En bijna voor niks, hè. Wacht. Pak nog een hoopje voor mij. Voilà. Wel, Bieke. Je bent een schat. Ik ga ze direct uitdelen, ze. Zeg. En van deur tot deur, hè? Wat deden die briefjes onder mijn toch? Ik wist niet dat die erop mochten liggen. Voilà, dan kunnen de klanten er eentje pakken. Weg met die flauwekul. Kom nu. Pascalke, je moet alles van de Pico niet willen boycotten, hè? Voilà, dank je, pa. Ja, en jij moet je moeder niets van beteren. Je weet dat wij neutraal moeten blijven. Oscar, je moet de kant kiezen. Ah wel, ik kies voor de kant van het voetbal. En geen voetbal zonder sponsor. Of zonder topspeler. Ja, kom, doe die briefjes nu maar mee. Oh ja, laat die onnozelpapiertjes hier maar liggen, Pascalke. Kom, leg er deze eens naast, in vier kleuren druk. De mensen zullen het verschil wel zien.
Met Boma worst het beter. Mark. Ja, dan doe ik het, hè. Maar nee, meneer, dat is niet om misbruik van te maken. Het is voor een personeelsfeestje. Ja, natuurlijk dat ze dat zullen plezant vinden, mijn gedachte. Allee. Ja, maar ik ben blij dat je het wilt doen. Ja, mijn medewerker zal vanavond dan komen om alles te laten opnemen, ja? Prima. Hartelijk bedankt, hè. Ja, meneer. Meneer Bomme, excuseer, maar ik vrees dat u hier een vergissing maakte. Zwijg jij. Ik ben al genoeg in afgrote gevallen en in de misère mee u gaan klungelen. Als je nog één keer een fout maakt, dan kunt je terug naar Radio Hallo. Kun je gaan kluisgaan spelen. Heb je mij goed verstaan? Xavier! Xavier, allee, oh. We wachten. Ah, ja. Zeg maar, ons Carmen is nog niet hier. Oh. Oei, pas op. Ja. Verstopt u. Amai, zeg. Ah, zit jij nog wakker? Ah, ja. En, hoe is het afgelopen? Oh, heel plein hangt vol met boma's, hè. En pico's? Niks. Je ziet wat voor een trut dat kind van Krukken is, hè. Campagneleidster. Kleuterleidster, ja. Sst. Wat was dat? We willen hier ons neerroken. Ja, schattige. Ik ga slapen, hè. Ja. Ik wil morgen fit zijn om hun gezichten te zien. Ja. Allee, slaap wel, hè, kusje. Ja. Ja. Ik blijf nog even op. Ik ga ons neerroken nog eens buiten later. Ja, schattige Jan. We zijn weg. Ja, kom. We zijn weg. Test. 1, 2. Zeg, er hapert nog iets, hè? 1, 2. Test. 1. Test. Alles goed? Die hebben het overal overgeplakt, zeg. De profiteurs. Op mijn plakaten. Merci. Oh, een schande. Ja, leg het daar niet af, hè. Maar daar gaat ze voor moeten, hè. Ja. Ah, voorzitter. Stop dat je komt kijken. Wat is bij uw trui, jong? Ja. Zeg, je denkt toch niet dat ik met de naam van mijn tegenstrever op mijn buik ga spelen, zeker? Maar je zult u mijn premie ook op uw buik kunnen schrijven, hè, Bakker? Wat een schande, zeg! Amai! Stop! Zet die muziek eens aan. Staat die micro aan voor bij de speech. Speech? Zeg maar, Dimitri, ik heb die geluidswagen toch gehuurd? Ja, maar dat was dus voor nadrust, hè? Oh, en dan verdient jij 2 keer! Geldwolf! Je kunt u mijn auto houden! Zeg, je mocht hem hebben voor allee! 800 frank! Hallo, ja. Ha, dames en heren, we hebben dus allemaal kunnen zien tot welke platvloerse vandalen sprekende tegenpartij staat is. Ze zouden moeten weten dat in het wilde weg plakken verboden is voor de wet. Wel, juist, meneer Boma. En daarom hebben wij al wat in het wild was geplakt, overplakt. Eén partij is uw vertrouwen. Allee, kom, 600 frank. Geen rosse frank, Dimitri. Geen rosse. En dat ik uw vertrouwen waard ben, beste vrienden, kan ik niet over mezelf zeggen. Maar er zijn andere mensen die dat wel doen. Luister maar. Allee, zet aan. Zet aan. Oh. Het is duidelijk dat ik als extremist en als parlementariër volledig achter de kandidatuur van Baltazar Boma kan staan. Hoor. Ja, in de politiek moet er niet gezegd worden, ja. Je kunt het of je kunt het niet. Voor mij is het duidelijk. Baltazar Boma, die kan het, ja. Fico, laat de moed niet zakken. Vanavond is confrontatie en dan kun je nog heel veel goed maken. Mieke, als al die politieke zwaargewichten zich achter Boma scharen, dan mag ik geen schijn van kans. Hier klopt iets niet, hè.
Ik ga naar Publitime om iets uit te zoeken. Ik zie u vanavond, hè. Wacht eens, Bieke. Ik weet niet of ik er nog zin in heb. Pippo, je moet. Allee, dat is nu toch ongelooflijk hoeveel zieken er zijn tegenwoordig, hè? Ah, meneer Van Kleinput? Ah, het is de trimmer hier, hè? Ik ben nog op zoek naar bijzitters voor het kiesbureau. Ah, maar jij kunt komen. Ah, dat is goed, dan schrijf ik uw naam erbij. Wat, hè? Trakteren? Zeg, jij bent zot zeker? Hallo? Hallo? Oh, Fancy, dat is nu al de vijfde vandaag. Ik zal het wel alleen doen, hè? Of het thuis. Meneer Koppers, ik vraag mij soms echt af wat dat je in de politiek komt doen. Ik heb niet het flauwste bedoel van management. Management? Beste mensen, we weten toch allemaal uit welke ingrediënten meneer Boma zijn worsten fabriceert. Management betekent blijkbaar voor meneer het vullen van zijn zakken op kosten van de volksgezondheid. Meneer Koppers, wilt u die woorden terugnemen, alstublieft? Schoolmeester, ik heb van mijn voeten. Je kunt nog geen klasje besturen. Wat zou je dan beginnen aan de gemeente? Ja. Excuseer. Mijn mannetjes hebben tenminste een diploma op het einde van hun jaar. Dat is meer dan wat jij ooit hebt bereikt. Ja, ik ben een self-made man. Ja, en tot zover deze eerste ronde in de Radio Allo confrontatie. Terug over naar de studio voor muziek. Ja, het publiek kan dus over enkele ogenblikken vragen stellen aan de kandidaten. Hè. Dat geeft ons de kans om even bij te tanken. Ja. Voilà. Meneer Koppers, ga naar uw hersenspoelen. Meneer Bomen, hou u kalm, want je verliest alle sympathie van het publiek. Ja, stik! Zeg toch het zwijt. Waar blijft Bieke? Ja, ik weet het niet. Wat is TDT? Heb je al genoeg bijzitters? Als je trakteert met mosselen met friet, dan kom ik er ook bij zitten. Hier, wij al een profiteur. Ik zal het wel alleen doen, Xavier. Oscar krijgt eens een pintje. Ja. Zie, dat is toch op kosten van... Dat weet ik niet, hè. Ja. Terug vanuit de lokale van FC De Kampioen voor de tweede ronde in deze confrontatie. Zijn er vragen uit het publiek? Ja. Meneer. Ja. Dat turneken is er op kosten van... Is dat Boma? Schoon. Nog vragen? Ja. Meneer Boma, hoe zat dat met die stemmen op het voetbalveld? Die stemmen? Ja. Maar luister, als er dus persoonlijke vrienden zijn van mij, laat het nu toevallig bekende Vlamingen zijn, en die willen zich positief uiten ten opzichte van mijn persoon, dan is dat hun goed recht, ja. Vrienden, zoals Tobak en Martens. Voilà. Die mensen hebben nog nooit van u gehoord. Allee, kom, hè. Mijn vrienden zullen mij niet kennen, zeker. Ik heb hier een fax van die twee mensen waarin ze bevestigen dat ze nog nooit van u gehoord hebben. Kom, laat die papiertjes een keer zien. Kom. Dat zijn pure vervalsingen. Met een drukpers en een fotocopieermachine maak ik precies dezelfde dingetjes. Nu ziet je een keer tot welke trucages meneer Koppers hier in staat is, hè? Dames en heren, dit is een dikke leugen. Ja, jij kunt niet verdragen dat ik relaties heb, jongen. Ja, stilte, we moeten ik rustig... Ik heb nog andere bewijzen. Ik heb de indruk dat meneer Boma ons iets kan wijsmaken, hè? En ik heb de indruk dat ik u niet ken, meneer. Ah, nee? In de politiek moet er niet gezeverd worden, ja. Je kunt het of je kunt het niet. Wel, voor mij is het duidelijk, ja. Meneer Boma kan het niet. Ja. Jij hebt die imitator ingehuurd. En weet hoe ik dat noem, hè? Verkiezingsfraude. Ja. Jij ging mijn stem gebruiken voor je personeelsfeest. Maar toch niet voor verkiezingen? Ja, dat was maar voor te lachen, hè. Wel, ik hoop dat uw advocaten er ook mee kunnen lachen. Zeg, Bieke, als ik nog iets kan doen, je weet met wie. Ja. De bakker, Pascal, Melanie, Eugène. Ja, precies, Dimitri. Ja. Met een brief. Ah, ja, wil ik een brief. Uw oproepingsbrief. Godverdekken, vergeten in mijn auto. Een momentje, hè. DDT is hier. Die punt is er afgebroken. Hier, allez, pak maar een stilo, kom. Ja, zeg maar, ik ben wel uitgeschoven op dat formulier. Deze is ongeldig, krijg ik nu een ander? Allez, het is goed voor één keer, hè. Allez, kom. Voilà. Hup. Mos.
Voor de bakken aan de baan. Ah, ja, dat is het. Dimitri. Ja. Excuseer, voorzitter. Aanschuiven gelijk iedereen. Ja. Maar Pico, laat toch die de mens meer rust? Die heeft nog ander werk, hè? Dat zou best kunnen. Ja. Hm. Afwezig, kalkje. Ik heb toch voorbij gestemd, hè? Maar natuurlijk, Balthazar. Hier is mijn brief. Ja. Oscar, er staan nog andere mensen te wachten, hè? Ja, nu zin is zeg, laat mij toch even nadenken. Oscar, ik tel tot 5 en dan moet je gestemd hebben. Heb je dat goed verstaan? 5. Eindelijk, zeg. Alleen. Momentje. Ja, en uw pas? Ja, maar jij kent mij toch, een ozelaar? Carmen, ik ken niemand uw pas. Zeg, wat is dat nu voor flauwe zeven hier? Ja, wacht, Carmen, wacht hier. Heb je mijn pas? Ja, ja. Waterslager Xavier Michel Jean-Marie? Ja, dat klopt. Allee. Hier is uw pas en brengt hem in het vervolg zelf mee. Ja, allee. Ja. Van Dormaal, Carmen, Virginie... Philomène. Wat is dat hier voor een komedie? Ik zal eens laten zien wat ik daarmee doe, ze. Hier, ja, maar, dat kost je proces. Je moet geen dakotje gaan. Ja, Carmen, dat is de wet. Houd uw mond, mijn ozelschaap. Ah, wel, dat is goed. Ik kom, geef mij maar een nieuwe, ze. Ik zal eens laten zien wat ik daarmee doe, ze. Voorzitterke van mijn voeten. Zeg, zal het gaan, ja? Uit de weg. Zeg, hoe kan een mens niet concentreren? In de kant! Radio Allo brengt u de verkiezingsuitslagen van de plaatselijke kandidaten Heet van den Aalt. Wij bevinden ons hier in Café de Kampioen, waar uiteraard de spanning van de gezichten is af te lezen. Misschien is dit al belangrijke informatie. Ja. Ja. Dames en heren, 3 stembureaus op 5. Balthazar Boma. 89 stemmen. Oh. Pico Koppens. 156. Ja! Pico, kom en helpen, kom. Goed gedaan, Pico. Ja. Ik heb altijd gedacht dat jij zou winnen. Ja. Dimitri, jij kunt de pot op met uw vleem. Oscar, van nu af aan drinken ze niet meer op mijn kosten. Ja, groot nieuws hier. Pico Koppers zal het ondanks zo'n groot aantal stemmen moeilijk krijgen om in deze verkiezingen een zetel te halen. Het is kantje boordje. Balthazar Boma echter is door zo'n groot aantal kopstemmen praktisch zeker van de overwinning. Dat is niet eerlijk. Maar zeg, is dat democratie? Proficiat, meneer Boma. Ik heb altijd gedacht dat jij zou winnen. Allee, eens kijk. Hoe is er nog in stoel, joh? Ja, wel, koppers. Proficiat, hè, joh. Het was de boeiende strijd. Maar de beste heeft gewonnen, hè. Ja. De beste? Die met de langste arm, zeker? Ja, nee, kom. Van beide kant, ik vergeet alles wat je van mij gezegd hebt. Zo raak u, hè. Ja, groot nieuws hier. Ja. Ha? Deze verkiezingen zijn ongeldig verklaard. In één van de stembureaus heeft er een voorzitter geknoeid. Er bestaat toch knoeiers in de wereld? Er is dubbel gestemd. Het is niet waar. Er zijn klachten over beïnvloeding van de kiesintenties. En er is gestemd met een zwarte stilo. Het is niet waar. Dimitri!